that's snappy, alright. We swingen in de regen op een steelband uit de Bijlmer. We horen Mr. Anansi die kinderen aan het lachen maakt hier op het Schouwburgplein. We spreken fotografe Sanne Donders en filmmaker en spoken word artiest Melanin Chris. En we sluiten de avond af met muziek van de David Murray Infinity Quartet featuring Saul Williams uit New York. Welkom op dag 2 van 4 dagen feest hier in de Doelen, oftewel op het hele Schouwburgplein. Vanmiddag starten we de dag met een kinderprogramma waarbij Mr. Anansi himself spannende verhalen vertelde over Anansi de spin die met krokodillen aan de haal gaat. Daarnaast was er de Bijlmer Steelband die exotische klanken liet horen, in de regen weliswaar, maar dat mocht de pret niet drukken. Nu staan we hier in de hal van de Doelen waar vanavond Saul Williams gaat optreden featuring de David Murray Infinity Quartet. Yes! Ondanks de regen brak toch de zon door op Schouwburgplein. Niet fysiek, maar in de vorm van muziek. Ja, muziek die ons alvast in de sfeer van het zomercarnaval brengt. Naar Londen, dan heb je New York, je hebt al die grote zomercarnavals, maar dit is natuurlijk thuis. Waar komt die passie vandaan voor steel drums? Ik heb heel veel Latijns-Amerikaanse muziek gespeeld. Ik heb hier in Rotterdam op de wereldmuziekafdeling gestudeerd. Ja, want u ging helemaal los. Ja, u ging echt helemaal los. Ja, dat doe ik ook altijd. Ja. Dat is toch leuk? Ja, en dan in Rotterdam en met dit weer. Ja, dan moet je juist losgaan. Ja, precies. Ja, het is een hele aparte instrument. Het heeft, zoals je kan zien, deuken. En elke deuk heeft dan een andere toon dus. Ja. De tenors zijn eigenlijk belangrijk. Nu zijn de leadzingers, zo moet je het zien. De guitar is ook belangrijk, maar die mogen dan net onder de leadzanger zijn en de bas ook. En die moeten dan gelijk blijven. En heb je soms wel eens dat iemand ineens helemaal losgaat en het podium pakt en ineens heel hard begint te slaan? Ja, heel vaak. En wie is dat dan? Goed, wie heeft u wel eens gehoord van Anansi de Spin? Je vertelt verhalen over Anansi, Anansi de spin. Waarom zijn die verhalen voor Rotterdamse kinderen zo herkenbaar? En er zitten natuurlijk heel veel Surinaamse, Antilliaanse, Caribische kids in Rotterdam. En dan zouden de ouders daar wel wat over vertellen. Je bent vervelend! En we vieren onze stad met deze manifestatie. Waar mogen we volgens jou trots op zijn in Rotterdam? En mensen zijn toch wel op trots op dit soort activiteiten. En, ja, dat vind ik gewoon het bijzondere aan Rotterdam. Ik hoorde net ook dat op dit plein gewoon heel veel culturele dingen gedaan worden. En dat het gewoon, of het nou een yoga ding is, maar dat er gewoon 100 mensen dan zijn. Ja, dat, ja, dan merk je gewoon dat mensen wel van cultuur houden. Dank u wel. En van de middag over naar de avond. Op naar de Doelen. Grootleggers van Rotterdam is een project dat ouderen, ik noem het eigenlijk ervaringsrijke, maar ouderen in Rotterdam, die middels hun levenswijze generaties naar hen weten te inspireren, die belichten wij. Ik vind het zelf heel inspirerend en interessant om te zien hoe je leuk oud wordt en hoe je op je 88ste zo veerkrachtig en optimistisch nog in het leven kan staan. Vijf spoken word artiesten brengen dus een ode aan die vijf ouderen. En Melanin Chris is niet de enige spoken word artiest vanavond. Vanuit New York City, niemand minder dan Saul Williams. Samen met Grammy-winnaar David Murray en zijn Infinity Quartet. Love the instruments, man. They're cool. You gotta have something. Are you satisfied with the performance? Oh yeah, I loved it. Rotterdam is amazing. Why? I'm just saying that it's cool. You say that in every city you're going to. I have performed in Rotterdam, I think, once before. I mean, there's a lot of diversity here. There's also wonderful architecture, amazing architecture. And architecture is so important, I find, even just for how you think and how you look at the world and how you, you know, deal with space and moving through space and all that. I think Rotterdam is kind of inspiring in those regards.